We zijn op Stuitengras in Lisse op het Verheemskerkplein. Dit is een van de eerste drie velden in heel Nederland. En ik heb het bedacht. Hoe vind je het? Ik vind het heerlijk. Heel leuk. Leuk. Ja, heel leuk. Leuk. Ik heb ooit meegedaan met een start-up challenge van het ministerie van VWS. Die stelde de vraag van hoe kan je kinderen meer buiten laten bewegen in de openbare ruimte. De kinderen geven vaak trampolines als antwoord op veel problemen. En toen bedacht ik, ja, dat kan ook voor dit probleem een oplossing zijn. Ik vind ze alleen niet zo mooi, trampolines. Het zijn van die lelijke zwarte vlakken. En daarom zo'n mooie kunstgraslaag eroverheen, waardoor het mooi weggewerkt is. Maar je wel hetzelfde effect hebt. Nou, ik vind het heel belangrijk dat kinderen veel bewegen, ook buiten, dus niet alleen in de gymzaal. Trampolines zijn al eenmaal populair en dit is gewoon een heel leuk nieuw concept. Wat is er leuk aan? Ja, dat het zo dicht bij huis is, want dan hoeven jullie er geen zo mee te kopen. Nou, dat je eigenlijk op gras springt. Ook gezond. En dat is ook, dat krijg je niet zomaar in je achtertuin. Maar de andere trampoline was toch wat fijner, want dan kan je wat hoger. Om op en neer te springen. Ja, nu heb je ook wel wat meer aan de speeltuin. Hoe springt die? Ja, heel lekker.